Gewoon onderuit, met 1-0. Ja, ongelukkige goal, maar goed opgepakt, eerste helft. We waren iets alerter, scherper en toen denk ik dat we gewoon een hele goede half uur, 35 minuten hebben gespeeld met heel veel kansen gecreëerd en uiteindelijk twee in de kleedkamer erin gaan. Ja, ik kreeg veel ballen vandaag en dat is mijn kwaliteit natuurlijk en dat heb ik laten zien dat ik dat kan. Ja. Dat is eigenlijk altijd onze bedoeling om de wedstrijd eigenlijk zo snel mogelijk uit te spelen en vandaag was het wat lastiger. Vermoeidheid op het veld, alles speelde denk ik wel een rol. Je zag het ook bij Feyenoord en het is niet zo dat Feyenoord echt grote kansen heeft gecreëerd, maar ze waren misschien wat gevaarlijker met wat voorzetjes en wat flankballen. Maar op zich hebben we het uitstekend gedaan. Het moet wel beter, want ik wil het liefst een hele goede wedstrijd elke week zien en ik weet ook dat het niet altijd kan. Maar... ik vond dat we in de tweede helft ver wegzakten en dat was onnodig in mijn ogen. Gefeliciteerd met de overwinning van Ajax op Feyenoord. Hoe kijk jij terug op jouw wedstrijd? Dank u. Mooi. 3 punten, assist geleverd op Corbijn en beter kan niet. Compliment aan Ruben. Het is toch een klassieker. Er staat heel veel druk op. Je hebt verloren. Zij moeten winnen. En dan in een volle arena. Ja, dat geeft toch een bepaalde spanning en druk en daar is hij denk ik hartstikke goed mee omgegaan. Ja, klopt. Het is mijn eerste en ik hoop dat er nog vele komen. Maar voor nu is het goed. Hij heeft een aandeel gehad in de overwinning en daar word je weer een man van, zeg maar. Een echte voetballer van. En, daar is hij nu weer een stapje dichterbij gekomen. Ik ben nog behoorlijk rustig voor iemand die gewoon net een klassieker heeft gewonnen, hè? Zijn allereerste. Ja, zeker. Is ook wennen en eerste klassieker. Ik denk dat ik later wel uit mijn plaat ga. Ja, maar je mag nu ook wel uit je plaat gaan, hè? Ja, ik ben altijd rustig voor de camera.